Ik sprak je gisteravond om 10:15 voor het laatst. Er waren toen nog wat mogelijkheden om spelers te halen of eventueel te vertrekken. Zijn er of waren er nog ontwikkelingen? Nee. Die ontwikkelingen die waren er alleen tot 4:00. En daarna hebben wij ook als club gezegd, wij gaan nu die wedstrijd doen en dan is het klaar, er gebeurt er niks meer. Geen last minute call van een club die mogelijkwijs een speler van jou wilde hebben? Nee, want ook daar hebben we ingezeten. Je weet als er wat contacten zijn, dan vooraf hoor je natuurlijk wat geluiden. Als je dan uiteindelijk met die clubs praat en zegt van, ja, willen jullie nou wat of niet, want dan kunnen wij ook handelen. Daar is door die clubs heel goed op gereageerd door eerlijk te zeggen, we kunnen niet of we willen niet of we doen het niet. Speelde daarnaast Utrecht-Tornstra nog meer? Nee. Was het enige wat er speelde? Nou, ook dat speelde niet. Dus dat was ook iets wat in de pers stond. Maar ook dat speelde niet. Dat zou misschien gespeeld hebben mocht Utrecht spelers verkopen. En dat was niet het geval, maar dat kregen wij ook al vrij snel door. Ik heb de laatste gesprekken van ons terug bekeken. Het was bij jou vaak zo dat er twee spelers of meerdere spelers moesten vertrekken voor budget. En dan moest die nieuwe speler er direct staan en echt duidelijk beter zijn dan het materiaal wat je nu hebt. Het is nu 1 september geweest, of het is 1 september. Lopen die spelers er nog? Zijn die nog transfervrij? Nou ja, er zijn natuurlijk een aantal spelers die geen club hebben. Dus die zijn niet gebonden aan die 1 september datum. Maar de andere jongens die wel voor die 1 september datum eventueel beschikbaar waren, die vond ik of niet veel beter dan wat ik zelf had, of het was te duur. Nou, dan we kunnen het maar één keer uitgeven. En in dat geval hebben wij besloten om niks te doen en misschien nog iets te doen met spelers die geen club hebben. En anders wachten we tot aan de winterstop. Maar ook in dat geval ben ik nog steeds blij met mijn groepje. Maar die spelers die dan nu nog vrij zijn, zijn die dan ook een directe versterking? Kunnen zij er direct staan en zijn zij direct beter? Ja, wij denken van 1 of 2 dat wel zou kunnen. Maar nogmaals, dat heeft ook met budget te maken. Dus uiteindelijk, als we daar ook financieel niet uitkomen, dan zal dat ook niet doorgaan. Zijn er al gesprekken gaande? Er zijn wel wat gesprekken gaande, ja. En komen die spelers eerst op proef of ga je eerst met ze onderhandelen? Nee, dat zou kunnen ook, dat er nog 1 of 2 eerst op proef komen. Maar dan moet ik eerst weten onder welke voorwaarden ze willen komen en kunnen komen. En op het moment dat we daar financieel niet uitkomen, dan heeft het ook geen nut om ze op proef te komen. Dan krijg je ook alleen maar onrust van. En ik weet dat het voorin misschien wat karig is, maar we doen het dan gewoon met de groep die we nu hebben. Pin jij je vast op iemand? Nee. Waarom niet? Nee, omdat je in voetballand daar toch niet vanuit kan gaan op iemand vastpinnen. Ik kan me vastpinnen op iemand en die kan morgen wel voor een andere club kiezen of een ander idee hebben. Dus dan dat opzicht heb ik wel zit ik over een aantal dingen goeie keeper na te denken. Goeie keeper, een aantal dingen na te denken, maar spin me op niemand vast. Zijn het nationale jongens? Uit Nederland? Ja, maar ook er staat er ook een van buiten de landsgrenzen op het lijstje. Dus. Tot slot, wij maken een reportage en een documentaire over Jan-Paul Sijs. Er is sprake geweest dat hij zich aangemeld heeft voor eventueel een pinch hitter bij ADO Den Haag. Wat vond jij van dat aanbod van Jan-Paul Sijs? Ja, dat aanbod heeft hij ook bij mij neergelegd. En ik ken Jean-Paul al heel lang en die heeft zijn waarde absoluut bewezen in betaalde voetbal. Maar gaf zelf ook aan al in interviews dat het eigenlijk nog een wonder is dat hij op dit niveau nog kon spelen in de Eredivisie. Nou, ik heb eerlijk tegen hem gezegd of wij dan wel ook dat moeten doen. En dat betekent op het moment dat je Saïes daarbij houdt, dat je bijvoorbeeld een jongen als Beugelsdijk misschien niet erbij houdt. Dus daar zie ik veel meer in die jonge spelers voor de toekomst. Maar het was een geste en ik heb dat ook gewoon met hem doorgesproken. En dat was voor mij geen optie, ook omdat ik denk dat we met Beugelsdijk ook iemand hebben die positie goed in kan vullen. Maar qua ervaring en coaching als een soort van mentor? Ja, maar dan moet je wel ook een meerwaarde ook in de training en in de wedstrijden kunnen hebben. En daar had ik mijn twijfels over bij Saïes. En het blijkt ook wel dat hij uiteindelijk niet een andere club heeft gevonden waar hij dat wel kon doen. Dus, maar nogmaals, hij gaf zelf wel aan dat het een wonder is dat hij nog op de velden stond. Dus ja, in dat opzicht zou hij alleen misschien qua ervaring buiten het veld iets kunnen brengen, maar niet meer in de trainingen. Dus dat hebben we wel overwogen gedaan.